Zo en zo ziet de zaal er nu even uit. Zo, maar het ligt dus nog steeds in het ziekenhuis. Ik ben ontslagen. Ja, ik sta kijk, ik ben ontslagen. Ja. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 29 september 2021. En het is nu 3:35. Ja. Want dat betekent dat ik vandaag word geopereerd aan acnes. Acnes is, moet ik even spieken, buikwandpijnsyndroom. Dus ja, dat heb ik al een paar keer eerder gezegd in de vlog. Maar we wensen jullie wel heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. En we nemen jullie gewoon mee. Ja. Kun je lekker spinnen, Jenje. Kun je zo lekker spinnen, Jenje. Ja mensen, het is 3:50. En om 5:00 dan zouden de wekkers gaan. Ja, maar ik heb niet kunnen slapen. Ik ben over 10 minuten, precies, 24 uur wakker. Jee. Ja. Ja, dat ben jij. Dit? Kijk je uit? Wat ga je doen? Wat ga jij doen, schatje? Wil je er weer vanaf? Mag. Doe maar. Yes. Dus, ik ga even nog een vlogje editen. Eén, denk ik. En dan is het ook alweer zo meteen alweer 4:30. Ja, dus ik heb nog een lange dag te gaan. Maar straks kan ik lekker slapen. Rodi neemt jullie mee in het doen en wat hij gaat doen. Dus we gaan het meemaken. Hoe hij het gaat ervaren weer vandaag. Ja, ik heb het koud. Ik heb het koud. Het is nu 5:50 in de ochtend. Want ik heb die een beetje open zoals je kan zien. Want het weerkaart is van deze lamp. En ik ben zo ziek als... Ja, zo ziek wil ik niet zeggen. Maar ik ben zo beroerd als hond. Dus, en ik ril van de kou. Ik ben moe. Ik heb niet geslapen. 24. Ik ben bijna 26 uur wakker. Jee. Hoe lang is dat geleden van mij? Dat ik nog jong was. Ja. Nou. Zometeen gaan we op ons gemakje die kant oprijden. Want Roos is ook nog moe. Ik hoop dat ik daar eigenlijk in de auto mijn andere telefoonhoesje kan vinden. Die zwarte. En anders doet Robert hier maar lekker mee met deze telefoon. Maar ja, als je het niet vergeet, ik denk het niet. Hij moet gewoon lekker gaan vloggen hoe hij zich voelt. En als hij weer aan mij komt, als ik weer op de kamer lig, et cetera. Dus ja. Maar jullie zien mij nog zometeen nog wel. Ja. Zo, we staan voor een... We rijden weer door, want het was net rood, zoals je kon zien. Het is alweer op de klok van de auto bijna 5:05. En op mijn... horloge is het alweer 6:06. En deze is niet fijn. Nee. Maar ja, dat heb je eenmaal op de weg. Kan je niks aan doen. Weinig. Maar we zijn dus al onderweg richting het ziekenhuis. Roos aan het rijden. Hij heeft nog slaapopies. Ik ben, wat ik al net al zei, 26 uur wakker. Ja, en wij mogen nog even in de auto wachten, denk ik. Zo meteen. Rond 6:30 gaan we eruit en gaan we richting het ziekenhuis naar binnen lopen. Lijkt me een goed strak plan. Ja. Dus, nou, Roderick die neemt jullie sowieso mee vandaag.
mits dat ik zelf mijn telefoon ergens neer kan knallen, maar dat zullen we zien. Ja, en anders neemt gewoon jullie gewoon lekker mee. Ja, ook fijn, toch? Zo, goedemorgen. Wazig. Een beetje wazig. Kijk, daar zijn we. We zijn alweer op 9, dat gaat snel. Mm-hmm. Zo. Ja, nu zijn we. Top, jee. Deel. Even kijken daar. Niet zo snel. We zijn toch al op tijd. Voor de koekoek. Het prima met jou, met iedere keer. Oké, daar heb je op jezelf. Ik ben even. Ik ga even naar de voorkant filmen, jongens, geduld. Zo, kijk, dit is nu even op dit moment de uitzicht over de stad. Jee, een heel groot balkon. Joepie. Je ziet er een hele fucking duk van. Hi, schat. Nee. Dus we gaan nog even uitzoeken welke waar we moeten wezen. Want. We hebben hier groen en we hebben rood. Dus dat is nog de vraag. Ja. Welke kant we moeten hebben, want dat weet ik nog niet. Nee. Zo ziet de zaal er nu even uit. Nog leeg. En er komen nog 3 anderen erbij, toch? 2 anderen, weet ik het. Nog, ja. Volle bak. Volle bak. En ik lig dus nu bij het raam. Kijk, hij schat. Kijk. Hi. Oh. Top. Ja. Zo. Ja, ik lig dus nu in het ziekenhuisbed. Ik moet me zo even omkleden, want rond 7:30 word ik opgehaald, 8:00 OK. Dus ja, fijn, joepie. Gezellig. Kan ik slapen? Kan ik slapen?
Ja, ik slapen. Ja. Dus ja, dan gaan we dat maar doen, hè. Mijn gewone zo een stukje lippen. Ja, vindt hij vast en zeker wel leuk. Auw. Waarom vind je die, en dat niet leuk, schat? Ik krijg er sowieso niet uit. Nee, dat weet ik, I know. Ja, ik moet toch deze blauwe ding aan. Dus dan gaan we dat maar doen. Yes. Zo, nou, ik lig dus nog steeds in het ziekenhuis. Ze zijn nog wel bezig met de ontslagpapier. Ik heb Roa gebeld. Dus die komt zo meteen deze kant op. En dan even kijken wat we nog zo meteen gaan doen. Dus ik doe het nog van mij. Zo, ja. Een hele goede middag. Het is bijna 4 uur, mensen. Ja, Ro is er ook. Kijk, daar is Ro. Hij schat. Hey. En ja, ik zit weer in de auto om richting huis te gaan. Ik ben ontslagen. Ik ben ontslagen. Ja, opstaande wordt. Kijk, ik ben ontslagen. Ja. Dus ik mag weer naar huis. Ik moet veel lopen, maar dat ga ik even deze 2 à 3 dagen toch nog niet doen. Ik weet hoe en wat. Dus sta je nou echt serieus half op een zebra? Ja. Oh, schat. Oh. Zo. Dat is mooi. Nou, eens even kijken hoe druk het is, want het is aardig Ja, druk. het is de verkeersregelaar, de zaken ophouden. Oh, verkeersregelaars Ja, hier? verderop. Oh, Ja, het verderop. zit het tegen te houden. Oh. Nou, ik wil nog even naar de Mac. Even wat lekkers halen, even iets vettigs. Zodat mijn maag weer even iets vettigs heeft. En ik heb ook nog wat op en op de koelkast liggen. Dat weet ik ook. Maar dat zien we dan. Maar ik ben gewoon nog een beetje misselijk. Maar dat hoor ik jullie straks wel als ik thuis ben. Ja, hi. Zo. Ik wou nog vandaag heel wat vertellen tegen jullie. Maar dat gaat hem dus niet meer worden. Het is alweer inmiddels 4:30 midden in de nacht. En ik sliep iedere keer op de bank. En dan weer wakker op de bank in slaap vallen. En weer wakker. Dus tot nu eigenlijk. Dus ik had zoiets van, nou, weet je wat. Ik ga gewoon lekker naar bed. En dan ga ik jullie morgen weer even een update geven. Slechts vandaag, later. Dus vond je deze vlog nou leuk? Tussen aanhalingstekens. Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan. En laat even een leuke reactie achter. En dan probeer ik weer daarop te reageren. En anders krijg je een leuk hartje erbij. Dus tot morgen. Doei doei.